Juist in deze onzekere tijden is het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten, te informeren en te inspireren over hoe we het morgen slimmer en beter kunnen doen. Welkom bij de livecast van Pakhuis de Zwijger. Welkom iedereen bij deze editie namens comité 21 maart Pakhuis de Zwijger en nieuw wij als communicatiepartner van deze reeks. Mijn naam is Fedwa Aloui en deze reeks is een initiatief van comité 21 maart en Pakhuis de Zwijger. Tijdens deze reeks gaan we kijken naar alle antiracisme, antidiscriminatiegroepen. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we met elkaar een sterkere agenda maken richting die verkiezingen volgend jaar? En dit is inmiddels de vierde editie. Helaas ook de laatste. En de vorige edities zijn allemaal terug te zien via YouTube of via de website van Pakhuis de Zwijger. Ja, en vandaag gaan we het hebben over specifiek media en beeldvorming. Want welke verantwoordelijkheid hebben die media in het bestrijden van racisme en discriminatie? En in hoeverre dragen ze eigenlijk zelf niet bij aan het probleem? Bestaat er wel zoiets als objectieve media? En wat is het belang van het maken van nieuwe en onafhankelijke mediaplatforms in relatie tot het thema racisme en discriminatie? We zullen deze thema's en vragen bespreken naar aanleiding van een tweetal presentaties die we vervolgens zullen bespreken met mijn gasten hier aan tafel. En die wil ik graag aan jullie voorstellen. Allereerst Nedia Zedouali, mede-initiatiefnemer van Media Meldpunt Racisme en Discriminatie. Welkom. Follow-up. Yes. En Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur nu.nl. Van harte welkom. Ja, mooi om hier te zijn. Ja, goed om je hier te hebben. En Gilly Koster, ja. Van harte welkom. Programmamaker, presentator en co-founder, aspirant Omroep X. Ja. Spannende tijden. Ja, mooie tijden. Yes. Nou ja, mooie tijden. Laten we zeggen, spannende tijden. Spannende tijden, ja. En, maar goed, allereerst willen we heel graag de eerste presentatie horen natuurlijk. Want die is van Tayfun Balçuk over islamofobie in de media. En Tayfun is historicus, onderzoeker en coördinator bij The Hague Peace Projects. Eerst onderzocht hij al hoe moslims in de vier grootste kranten werden afgebeeld. En momenteel heeft hij onderzoek gedaan naar hoe moslims voorkomen op tv. Hiervan zal hij zijn bevindingen met ons delen. Dus ik ben ontzettend benieuwd, Tayfun. Ik zou zeggen, ik hoor het graag. Vertel je verhaal. Dankjewel, Fedwa. Yes, ik heb een PowerPoint-presentatie gemaakt. En ik heb 3 maanden lang heb ik tv gekeken op mijn zolderkamertje in Amsterdam-West. En ook tijdens de hittegolf. Dat heeft geleid tot een categorisering van de berichtgeving. En om gelijk met de deur in huis te vallen of met de terrorist in huis te vallen, is berichtgeving over geweld, terreur, conflicten, dat heeft het hoogste frequentiepercentage. We zien hier een rechtbanktekening van Junaid L. Hij heeft geprobeerd om een aanslag te plegen op Geert Wilders, die een cartoonwedstrijd had georganiseerd. En die is uiteindelijk niet doorgegaan. Maar dit is dus het dominerende beeld die we hebben in Nederlandse media. Maar voordat we wat meer dieper gaan op terreurberichtgeving, wil ik eerst zeggen wat ik heb gedaan. Kort, dit is een onderzoek in samenwerking met Nieuw Wij en Republiek Allochtonië. Het is een vervolgonderzoek op het onderzoek van naar kranten, waarin ik naar de 4 grootste Nederlandse kranten heb gekeken: Telegraaf, AD, Volkskrant en NRC. En ik heb dus gekeken naar wat zijn de meest veelgebruikte woorden. Worden bepaalde beelden bevestigd of ontkracht?
Ik probeer tot een categorisering te komen. En ik kijk ook naar wie er eigenlijk allemaal aan het woord is. De programma's die ik voor het tv-onderzoek heb gekeken 3 maanden lang is Goedemorgen Nederland, 1Vandaag, NOS 8 uur journaal, Nieuwsuur en Op1. En omdat zij de meest bekeken programma's waren toen, nog steeds eigenlijk. Ik heb dus alle uitzendingen helemaal gekeken. Dus elke verwijzing naar de islam, moslims, mensen met een mogelijke moslimachtergrond heb ik meegenomen in mijn onderzoek. En ik heb alleen het weer niet gekeken. het is een inhoudsanalyse. En dit is eruit gekomen. Het zijn, dus wat ik al zei, geweld, dat is het onderwerp waar moslims het meest mee worden geassocieerd. Dus berichtgeving over oorlogen, over terreur, over conflict. Wat wel een opvallend verschil is met het krantenonderzoek, is dat pro-diversiteitsberichtgeving, dat scoort hoger. Bij het krantenonderzoek was dat op de 5e plek, nu staat het op plek 2. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de Black Lives Matter protesten, waar de moslims ook hebben van geprofiteerd. In die zin dat er ook meer aandacht ging naar naar moslimdiscriminatie. En of dat moslims ook zelf aan het woord kwamen aan de praattafels. Dus dat zou je kunnen zien als iets positiefs. Alleen weten we niet hoe lang dat nog gaat duren. Op nummer 3, en dat is net als vorige keer, het wij-zij-denken is nog steeds heel erg dominant als het gaat over moslims. En als ik het heb over wij-zij-denken, dan gaat het dan vooral over het, een verondersteld wij. En dat kan refereren naar het Westen, het moderne Westen. En waarbij de islam of moslims een bedreiging vormen of niet bij passen. Dubbele loyaliteiten hebben. Dat zie je ook eigenlijk bijvoorbeeld nu weer gebeuren met hoe de nummer 9 van GroenLinks, hoe zij wordt benaderd. Zij wordt puur vanwege een niet bestaande lidmaatschap bij de moslimbroederschap buiten het progressieve framework geplaatst. Dus je ziet wat voor consequenties dat wij-zij-denken heeft op individuele moslims. Op nummer 4 zien we weer een negatieve categorie. Dus moslims als crimineel, frauduleus, corrupt, niet betrouwbaar. En op nummer 5 hebben we vrij neutrale corona-berichtgeving. Ja, corona domineert het nieuws en ook moslims die als journalist, als volkspop of als expert schuiven aan tafel om in coronanieuws. Maar dat is per omroep is dat ook, of per zender is dat ook verschillend. Je ziet dat vooral bij redacties waar moslims ook werkzaam zijn, dat zij ook in bijvoorbeeld relatief neutraal nieuws als coronaberichtgeving voorkomen. Bijvoorbeeld NOS of Nieuwsuur. Terwijl dit bij een Goedemorgen Nederland of bij Op1 veel minder het geval is. Maar goed, dus dit zijn de 5 grote categorieën. Ik wil eigenlijk gelijk doorschakelen naar het belangrijkste of wat het vaakst voorkomt. En dat is dus de focus op terreur op Nederlandse tv. En ook hier kan je weer echt heel iets interessants zien. En dat is dat bij NOS en Nieuwsuur zie je dat het terreurbegrip veel gedifferentieerder is. Dus niet alle berichtgeving over terreur gaat over moslimterreur, maar je ziet dat extreemrechtse aanslagen of extreemlinkse aanslagen ook in het vizier komt bij NOS en Nieuwsuur. Je ziet dat moslimterreur is hier 61,5% van het gevallen. Maar bij een Goedemorgen Nederland wordt de term terreur bijna totaal vereenzelvigd met terreur en moslim, dus een percentage van 94,7%. Dus dat is een groot verschil met het NOS, 30% verschil.
En bij het Nieuwsuur zie je dat het ook een groot verschil is. Hoe komt dat? Daar kom ik straks op. Maar je ziet bijvoorbeeld ook aanslagen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Dus niet in de zomer wanneer ik het onderzoek deed. Zie je dat bij NOS en Nieuwsuur vaker ook aanslagen in het vizier komen waarin ook bijvoorbeeld moslims juist het doelwit waren van die aanslag. Bijvoorbeeld aanslag in Hanau in Duitsland, waar 9 Duitsers met een moslimachtergrond werden vermoord. Het valt wel op dat er daarbij wel de frame van de aanslagplegers werd gebruikt. In 2 berichten van NOS en Nieuws, dus dat er werd gesproken van dit was een aanslag op buitenlanders. En ja, buitenlanders, het waren geen buitenlanders, het waren Duitsers met een Turkse of een Koerdische achtergrond. En bijvoorbeeld Goedemorgen Nederland, daarin zie je bijna geen één aandacht naar extreem linkse of extreem rechtse aanslagen. Ze hebben het alleen maar over 9-11 en de aanslag in Parijs, in Bataclan. En bij Opeen zie je dus ook dat het vooral gaat over moslimterreur en dat er 1 keer aandacht was voor de aanslag in Christchurch. Dit ging puur om gevallen waarbij het term terreur viel. Maar er zijn ook heel veel vormen van geweld die op een andere manier werden aangeduid, terwijl het niet duidelijk is wat er dan echt verschil is qua geweld. En bijvoorbeeld tijdens de eerste dag eigenlijk van mijn onderzoek, 1 juni 2020... had Black Lives Matter demonstraties in Amerika. En daarin was er een bericht waarin een truck rijdt in op een menigte. En dus het woord terreur komt er niet in voor, of aanslag. En het zou hierbij waarschijnlijk gaan om een zelfrijdende truck. Want ja, hoe kan een truck zonder bestuurder nou inrijden op een menigte? En hierna komt er ook geen vervolgonderzoek eigenlijk naar wat er daar werkelijk is gebeurd. Het blijft hierbij. Dit vond ik ook een heel opvallend introzin van Rob Tripp bij NOS. Dit gaat over Thijs H. Hij heeft vorig jaar 3 mensen vermoord. En hij begint het NOS-item met Thijs wilde niet moorden. En toch stak hij vorig jaar 3 willekeurige mensen neer. Omdat het moest, zei hij tegen de rechtbank in Maastricht. En pas later kwam hij erachter, zegt hij zelf, dat hij gek was. Ik vond het vooral opvallend dat hij hier zijn voornaam opnoemt alleen. Dus niet Thijs H., maar Thijs. Dat heeft wel een bepaald humaniserende effect. En ik vraag me af of het bij een Mohammed B. ook dat het geval zou zijn. Bijvoorbeeld, dus Mohammed wilde helemaal niet moorden. Dus dat is opvallend. En ik zag ook heel veel niet-islamitische daders in bewegend beeld. En de onderliggende factoren worden ook veel meer besproken. Bijvoorbeeld bij Stefan B., die vorig jaar een antisemitische aanslag pleegde op een synagoge waar meer dan ongeveer 2 personen werden vermoord. En ja, hier wordt bijvoorbeeld een zin, kom je tegen, zijn leven is mislukt. Hij heeft geen sociale contacten, hij heeft zijn studie afgebroken, is werkloos. En alles wat er op de wereld verkeerd gaat, is volgens Stefan B. de schuld van de Joden en migranten. Ja, dit vind ik wel heel, dit is een contrast met bijvoorbeeld de berichtgeving over moslimterreur. En ja, daarin zie je toch wel wat er veel meer superlatieven worden gebruikt. En vooral bij Goedemorgen Nederland. En dit is hier een voorbeeld van. 6 mannen staan terecht in een van de grootste terreurzaken die ons land ooit heeft gekend. Niet veel vaker was de dreiging van een aanslag in ons land zo groot en reëel. Misschien een laatste punt om te maken is dat, dat er een mogelijke correlatie is tussen de genuanceerde vorm van berichtgeving en met de diversiteit van de redacties. Bij Goedemorgen Nederland en Opeen, daarin waren minder moslims betrokken bij nieuwsberichtgeving over terreur. En daarin zie je dat het frequentiepercentage
Dus dat moslim en terreur werden vereenzelvigd bijna. Veel hoger is dan bij NOS en bij Nieuwsuur, waar ja, toch meer moslims betrokken waren bij het nieuws. Ik denk dat ik over mijn tijd heen, hier wil ik het bij laten. Dank voor het luisteren. Ja, dankjewel, Typhoon. Ja, interessante cijfers. Als ik bij jou mag beginnen, Nadia. Herken je het probleem van eenzijdige beeldvorming? Ja, helaas wel. Ja. Want wat ik er ook altijd zo lastig aan vind, is dat er is niet één moslim. Dus wanneer je altijd gereduceerd wordt tot een heel benauwd hokje ja. en groep, je hebt eigenlijk ook bijna geen kans om een fatsoenlijk weerwoord te creëren of te maken. Dus nog los van dat ik dit soort cijfers echt mind-blowing vind. Ik vind het echt chockerend. Ja. En voor mij bewijst dit alleen maar weer meer dat we diversere media nodig hebben. Gewoon voor ons alle welzijn. Ja. Want je zou maar elke ochtend wakker worden met Goedemorgen Nederland. Dan, je bedoelt denk... dat je wereldbeeld is. Ja, als je elke morgen vormt. Ja. Als je elke morgen de Telegraaf leest en het nieuws tot je krijgt via Goedemorgen Nederland, dan wil je volgens mij een einde aan je leven gaan maken. Ik denk dat je dan denkt dat de wereld gaat vergaan. Ja. Nou ja. En dat het heel slecht met Nederland gesteld is. Ja, is dat een breder probleem volgens jou in de media? Ja, ik denk het zeker. Ik denk dat het gewoon echt niet gezond is voor een land ja. om zo'n beperkte media te hebben. Omdat je hebt gewoon een fatsoenlijke ja, doorsnede, hoe wil je dat zeggen, van Nederland nodig om ook te kunnen zeggen wat er in je land speelt. Ja. Maar ook om mensen verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun land. Ja. Dus als je hele groepen mensen wegzet of niet gerepresenteerd hebt in de Nederlandse media, mis je denk ik ook die connectie met dat land. Wat was voor jullie de aanleiding om een media meldpunt racisme en discriminatie te beginnen? We hebben met een groepje van 10 vrouwen met diverse achtergronden, cultureel, religieus, kleur, een appgroep, een hele ja. leuke, gezellige appgroep. En op een gegeven moment hadden we echt zoiets van, ja, maar dit kan echt niet. En je denkt elke keer, ik ben misschien wel de enige met dit verhaal. Net een programma gemaakt bij de NTR en daar super gedesillusioneerd van thuiskomen of van een redactiemeeting dat je denkt, nee, dit is echt niet oké. Maar dan elke keer denken dat je de enige bent. Ja. En op een gegeven moment kregen we het erover in dat appgroepje. En toen dachten we, ja, hier kunnen we niet stil over blijven. Want als wij dit vinden en wij zijn, zeg maar, gevestigde namen, wij kunnen het ons veroorloven om heisa te gaan maken. Want als jij hier net begint in de media of je moet je hypotheek ervan betalen, ja, wie durft dan om op te staan tegen die boze wereld? Ja. Wat hopen jullie, zeg maar, op welke manier hopen jullie die verandering teweeg te brengen? Nou ja, wat we eigenlijk. We hebben dus eerst allemaal handtekeningen ja. verzameld om te kijken of er ook nog meer mensen waren dan alleen ons groepje. Nou, ik weet even heel het precieze aantal niet meer, maar we waren rond de 1000. Ja. Dat zijn alleen nog maar de handtekeningen die wij onderling met elkaar verzameld hebben. Ja. Dus wij zijn nu een soort samenwerking, hoe wil je dat noemen, aangegaan met Radar, wat zich gespecialiseerd heeft in het melden van discriminatie en racisme. En met de NVJ, de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. Ja. En we zijn echt aan het kijken hoe we een meldpunt kunnen opzetten, maar we willen niet het zoveelste meldpunt zijn. Dus we zijn daar wel echt in bezig hoe we dat gaan doen, want we willen vooral een veilige plek vormen. Dat wanneer jij je verhaal daar kwijt kan, dat ook in goede aarde valt. Dus dat jij er wat aan hebt. Ja. Dus dat je je fijn voelt, gesterkt voelt, gesteund voelt. En omdat er nu al zoveel initiatieven zijn en het feit dat er zoveel andere omroepen zich hebben aangemeld dit jaar. Weet je, het leeft zo erg dat hier wat moet gebeuren, dat het ook op de redacties bekend is. En ook in de top van de NPO is het bekend, maar het komt vaak niet verder. Het is moeilijk, dan, hè? Ja, praten. Daar zijn Nederlanders, we als Nederlanders, heel goed in. Ja. Mijn afdeling doen
ontbreekt het nogal wat. Daar zijn dus wat moeizamer. Ja, dus wij zijn echt vooral bezig nu om het zo vorm te geven op de achtergrond, dat wanneer mensen er dan ook daartoe aangezet worden om die aanklacht in te dienen, ja, op welke manier dan ook, dat daar dan ook echt wat mee gedaan gaat worden. En dat het niet bij praten blijft, maar dat het doen wordt. Ja, kortom, er wordt gesproken over die redacties. Gert-Jaap, hoe kijk jij hiernaar? Nou, allereerst over het, het onderzoek. Ja, onderzoek wat ik er een beetje moeite mee heb. En dat had ik eigenlijk ook al met het vorige onderzoek. Dat het gaat om, ja, je bent aan het turven. En tegelijkertijd focus je dan natuurlijk in dit geval op de term moslims en de islam. En dan gaat dat in de actualiteit, wordt dat vaak expliciet genoemd als er zeg maar een aanslag of een terreur is. Dus dat dan op één staat, vind ik niet zo verwonderlijk. Dat zegt volgens mij niet per se iets. Hè. Daarmee zeg ik niet dat er geen probleem is. Maar dat zegt niet per se iets over de afwezigheid of de aanwezigheid van mensen met een niet-Nederlandse achtergrond in media. Volgens mij zijn dat twee verschillende onderwerpen die hier wel op één hoop gegooid worden. Is dat zo? Ga ik heel kort. Je ziet bij de kranten dat de linkse kranten, Volkskrant en NRC, dat die wat genuanceerder zijn in hun berichtgeving dan een Telegraaf of een AD. En nu.nl hoort bij de Telegraaf Media Groep. Nee, bij DPG Media. Nee, maar bij nu.nl was er ook bijvoorbeeld de laatste aanslag in Avignon, was er een zin waarin stond van, ja, het zou eigenlijk gaan om een moslimterreuraanslag, maar het ging niet, die man, hij riep een nazistische leus, alsof het dan geen terreur is. Dat was een bericht over bij nu.nl. Ja. En daarin zie je dus dat wat die enorme focus op moslimterreur kan teweegbrengen, dat we andere vormen van terreur niet als zodanig gaan klassificeren. Ja, nou, dit specifieke voorbeeld ken ik niet. Ik zou zeggen dat dat dan fout is van ons. Dus laat dat ook duidelijk zijn. Nee, ik bedoel, volgens mij, en ik kan hier ook niet spreken namens alle media. Of zo, maar dat was meer mijn punt dat ik denk, en die kritiek heb je volgens mij wel eerder gehoord, dat ik denk, ja, op het moment dat er iets positiefs gebeurt. Kijk, laat ik het dan bij nu.nl houden. Hoe wij erin zitten, is dat wij zeggen, nou, de afkomst van een persoon of een verdachte of een dader, die vermelden wij alleen in het geval dat het relevant is. Maar wat bepaalt of iets relevant is? Ja, nee, zeker. Nou, dat bepaalt een redactie in die zin. Hè. Maar dan moet je dus denken aan, als iets wordt opgeheist, eist het naam van Allah of een geloof, dan plaats je dat in een bepaalde context. Zoals je dat ook met Christchurch doet als het gaat om rechtsextremisme. Dat is wat je doet. Op het moment dat het niet relevant is, namelijk om te vermelden dat een 15-jarige jongen van een Nederlands-Marokkaanse afkomst een bepaalde vergrijp op straat gaat. Ja, dat is totaal niet met elkaar in verband te brengen. Dus dan brengen wij dat niet. Ja, kijk, waar het volgens mij om ligt, en jij kunt het waarschijnlijk met cijfers staven, maar alle aanslagen die in Amerika door wit extremisten worden gevoerd, die komen hier niet op de televisie, want die vinden we niet interessant. Maar zodra er een moslimaanval gebeurt, waar dan ook in de wereld, of iemand roept maar Allahu Akbar, vinden wij in Nederland dat we het recht hebben om het al te claimen als een islamitische terreuraanslag. Ja. Volgens mij kijken wij altijd naar de bepaling ook hoe ver vandaan gebeurt iets, hoeveel slachtoffers vallen erbij. Behalve bij islam. Weet je wat ik zo idioot vind? Ik kom hier aan die tafel en ik zit gewoon te denken van, je werkt bij de KRO toch? Dus ik denk, dat zal een christen zijn, weet je wat ik bedoel? Ja. En ik denk, nou, waarom zit die volgende hier? Misschien is hij wel moslim. Weet je, ik vind het zo idioot, want ik bedoel, volgens mij is de islam, dat is toch een geloof? Dat is toch iets waar je in gelooft en als persoon? Het is een heel persoonlijke beleving van mensen, weet je wel, die geloven ergens in. Ik vroeg, toen ik in Nederland kon wonen, wist ik het ook niet. Dat is dus een Jood. Maar hoe zie je dat? Hoe kan ik zien waar jij in gelooft en wat jouw motivaties zijn om een bepaalde te doen? Ik vind het wel. Ik zeg toch ook niet dat ik dat zie. Alleen als iemand zelf het opeist uit naam van iets, dan zeggen we dat. Ik vind het een hele interessante discussie en het is natuurlijk ook helemaal waar. Maar ik wil nog heel eventjes doorgaan op iets anders. Want ik zei eigenlijk voordat we hier aan begonnen aan dit gesprek, zei ik van, nou, ik vind het ook wel stoer dat je hier aanschuift. Nou ja,
En toen zei je van, nou, waarom stoer? Nou, er ontstaan dan dit soort gesprekken. En ik merk al in principe, dan ga je verdedigen of kijken van, nou, hoe doen wij dat als redactie? Maar wat ik eigenlijk veel interessanter vind, is om te kijken, oké, je zit hier. Dus kennelijk is er iets waarvan jij zegt, oké, ik wil hierover meedenken. Herken je het probleem van eenzijdige beeldvorming in media? Is dat iets waarvan je zegt, ja, dat zie ik? Of... Nou, als ik eventjes bij nu.nl blijf kijken, dan wat ik bijvoorbeeld herken, hè, dat zijn dingen die wij doen. Hè. Dus ik heb net iets gezegd over de terreur en moslims. En volgens mij is het breder dan dat. Ja. En dan gaan wij ook wel kijken naar onze eigen producties. En dan kijk je bijvoorbeeld naar fotogebruik. En dan kom je erachter dat je als je een random foto van mensen op straat of jongen bellend op de fiets. Nou, dat mag al niet eens meer trouwens, maar dat altijd witte mensen zijn. Okay. En wij hebben daarvan gezegd, ja, dat klopt niet. Weet je, dat is niet hoe Nederland eruit ziet. Ja. Dus daar zijn we echt actief mee aan de slag. En dat doe je eigenlijk om... voor mij komen we daar later ook nog wel over te spreken. Maar wij als nu.nl willen... Hè, we zijn de grootste nieuwssite van Nederland, maar wij willen graag zoveel mogelijk mensen bereiken. Wij willen graag dat mensen... we vinden dat, zeg maar, nou ja, feiten, objectieve feiten, dat een soort van grondrecht is voor iedereen. En we willen dat aan zoveel mogelijk mensen brengen. Nou, dat kan alleen maar, denken wij, als je ervoor zorgt dat iedereen zich daar ook thuis voelt. De vraag is eigenlijk, maar hoe zorg je nou dat iedereen zich daarbij thuis voelt? Is er dan toch iets, moet er dan toch iets veranderen in die redacties? Moeten die redacties diverser? Ja. Moet de redactie bij jullie bijvoorbeeld, vind jij zelf hoofdredacteur, ja, dat die redactie divers moet? Zeker, ja, absoluut. Ja, wat zijn de cijfers bijvoorbeeld? De cijfers zijn 6, je bedoelt van de redactie? Ja. Ja, uit mijn hoofd, maar iets van 6% van onze redactie heeft een biculturele achtergrond, zoals wij dat al noemen. En in de hoofdredactie? In de hoofdredactie 0. Ja, want jij bent echt de enige hoofdredacteur, zeg maar. Ja. En dan is het een brede laag. Ja, daarom dus dat is absoluut een iets wat we... Work in progress. Ja, nee, maar waarom wij dat belangrijk vinden is dat ik geloof heel erg in journalistiek die dichtbij begint. Hè. Zo moedig ik ook mijn redactie aan. Hè. Ik bedoel, verhalen liggen werkelijk op straat, hè, op weg naar de supermarkt of waar dan ook. Nou, als je dan ook de ambitie hebt om relevanter te zijn voor heel veel mensen. Ja, dan, en je gelooft dus dat dichtbij begint. Ja, dan moet maar je dus... als het cijfer 6% is, dan vind je niet belangrijk genoeg. Want het cijfer moet dan zijn 25%, denk ik. Nou, ik weet niet of het cijfer 25% moet zijn of 13%. Maar ik bedoel, ik vind het wel belangrijk genoeg. Maar we zijn niet succesvol genoeg. Nou, weet je wat het punt is? Ik voel echt de behoefte om nu gewoon te zeggen, ik geloof helemaal niet in dat... onschuldige. Ik denk echt dat het probleem waar we mee te maken hebben gewoon vele malen kwaadaardiger is dan wij willen geloven. Ik denk dat het beeld dat in stand gehouden wordt in Nederland en de manier waarop redacties ingericht worden en de berichtgeving, dat allemaal teamsport is. Wie is het team dan? Het team, dat is het punt. Dat is het punt. Ja, dat wordt zo moeilijk aan te wijzen. Maar ja, maar hoe dan moeten wel heel veel mensen bijwerken. Terwijl de man die beneden staat, die beneden bij Philips werkt, hè, die gelooft dat hij ergens werkt en lampjes indraait, dat valt helemaal niets tegen te zeggen. Maar die kerels, niemand weet wat er daarboven gebeurt. En ik geloof dat echt in Nederland en in het Westen, dat er mensen zijn die denken, het is zo op een bepaalde manier en we gaan het zo houden ook. Ja, en dat het een systematisch ding is wat gehouden wordt. Het is een dynamiek, het is geen toeval. Racisme is teamsport. Het zijn geen lone wolves die gewoon gekke dingen doen. Nee, het is een goed gefinancierd apparaat. Ja, die gewoon in stand houdt wat er is. Maar ik heb wel een beetje het gevoel dat je nu een soort complot op mij legt. Ik leg hem niet op jou. Terwijl ik je net uitleg hoe ik hierin zit. Ik leg hem niet op jou. Want jij bent maar een radartje in dat ding, net als ik. Ik ben ook een kleine man. Maar dat grote ding, dat grote ongrijpbare ding, waarvan mensen constant weggezet worden als complotdenkers en weet ik veel wat dan ook sowieso... Denkers is, dat is volgens mij niet iets wat je met z'n tweeën doet. Dat doe je altijd alleen. Dus dat is sowieso al een rare contradictie om te denken in termen van complotdenkers. Maar ik geloof echt, ik als individu geloof echt
dat racisme een teamsport is. Dat er een aantal mensen zijn die gewoon er baat bij hebben dat de dingen zijn zoals ze zijn. En er is geen enkel systeem dat een concessie doet naar een systeem dat minder is, tenzij dat systeem daartoe gedwongen wordt. En ik denk dat je antiracisme, dat moet ook teamsport zijn. Dat is wat ik bedoel. Precies. Dat is wat ik bedoel te zeggen. Ik ga jullie heel kort even onderbreken, want dat is inderdaad ook een beetje het doel van dit gesprek. En wat ik ook interessant vond net om te horen is dat zoeken naar die objectiviteit van binnen de journalistiek, dat is altijd een mooi streven. Ik denk dat we daar zo meteen ook nog heel interessante dingen over gaan horen. En ik wilde toch eventjes, Gilly, aan jou vragen, want samen met Yvette Forster was je natuurlijk de eerste zwarte presentator in Nederland met een eigen talkshow. Maar dit was in 1988, ongeveer, bij Lobit heette dat. Je draait natuurlijk al langer mee. Ja. Zie je nou, er werd net al even genoemd, hè, Black Lives Matter. Er is weer even zo'n golf. Ja. Zie je nou toch iets anders? Zeg maar als je kijkt door de jaren heen. Gebeuren er nu andere dingen? Verua, er gebeurt geen bal anders. Sorry, er gebeurt echt letterlijk geen bal anders. Geef me nou anders. Een beetje hoop. Het enige hoop die je kan geven is dat de techniek wat veranderd is. En dat er social media is. Mm-hmm. Maar als je gaat zitten wachten op dat het verandert vanuit Hilversum. Ja. Hey, Nadia, kom op. Jij werkt het, jij weet hoe dat ding is. Ik praat met een iets andere toonhoogte, maar ik ondersteun volledig. Weet je wat het punt is? Ik geloof jou. Ik geloof dat jij als individu, ik beschuldig je nergens van, hè. Geloof me, ik geloof niet dat jij onderdeel bent of dat je bewust bent van het feit dat je daar zit. Maar het feit dat je weet hoe dingen zijn en wat Typhoon net zei. Je weet dat het eigenlijk het percentage anders moet zijn. Mm-hmm. Ja? Dat zou anders moeten, want ik bedoel, kijk naar dat ons. Alleen deze tafel alleen al zit je in de minderheid als autochtone Nederlander. Hè? Dus het zou anders moeten zijn. En het feit dat het niet gebeurt, dat maakt jou onderdeel van het probleem. Vriend, je bent geen onderdeel, op dit moment ben je wat mij betreft geen onderdeel van de oplossing. Anders zou je zeggen, hey, luister, neem ons, hier zitten allemaal goede journalisten. Kom bij ons werken, laten we even gaan kijken. Maar voor mij is dat het gesprek waar we dadelijk nog iets meer over gaan hebben. Maar ik bedoel, ik ben het met je eens dat we, of met jou vooral eens, dat het beter had kunnen zijn. Hè? Moeten zijn. Ja. Dat ben ik met je eens. Alleen ik denk wel vanuit oplossingen en vanuit. En als ik zei het voor de uitzending begon, ga even naar onze site toe. Kijk even hoeveel vacatures er op dit moment staan. Okay, cool. Daar zijn serieuze plannen mee om daarmee te kijken hoe we daar een beter nu.nl kunnen maken. En ik geloof eerlijk gezegd, dat is toch wel wat ik even gezegd wil, dat de toon die jij daarbij aansluit, daarbij niet helpt. Ik denk dat we het juist moeten zeggen dat het een teamsport is om dat op te lossen. Ja. En weet je waarom ik het zeg? Weet je waarom mijn toon veranderd is? Omdat je net gehoord hebt dat mijn eerste programma in 1988 was, vriend. En het is nu 2020. Nee. Je denkt dat ik schreeuw. Ja. Maar je denkt dat ik schreeuw. Maar probeer daar eens doorheen te luisteren. Ik breng mijn volume nu terug en ik zeg precies hetzelfde. Vriend, we hebben een probleem en het wordt niet behandeld. Ik wil er even op ingaan. Je zegt, er zijn nu vacatures open. Ja. Een van de dingen die eerder ook al besproken werden werd in een eerder programma, dat ging over de politiek, politieke partijen, is oké, dan zijn er plaatsen. En dan, jij zegt bij deze van laat die mensen maar komen met een migratieachtergrond. Zeker. Met wellicht andere perspectieven. Vaak krijg je dan de volgende stap, of het volgende probleem. Ten eerste vaak is dat ze weer via de deur eruit gaan. Nou, of van ten eerste, hoe gaat de sollicitatie? En ook hoe is vervolgens, want jij zit hier nu en je zegt van nee, ik wil het echt wel anders. Maar hoe is vervolgens dan de sfeer
op het werk? In de zin van, zit iedereen daar net zo hard te wachten op mensen die wellicht een andere visie hebben of een andere blik? Ja, nou kijk, op gevaar af dat ik hier tegenover mijn honengelach terugkrijg. Ik heb het gevoel dat die cultuur bij nu.nl althans heel erg open is daarvoor. Mm-hmm. Ik bedoel, en dat dat ook heel erg gedragen wordt vanuit de redactie. Dat daar juist iedereen ziet dat wij een beter dat jij beter je journalistieke werk kan doen. Maar wat is de reden dat jij denkt dat het beter zou zijn voor nu.nl om meer diversiteit te hebben? Wat is jouw persoonlijke mening daarover? Ik vind, waarom is dat nou, beter? Wat ik net zei, is ik vind dat goede journalistiek begint bij je eigen nieuwsgierigheid, je eigen verwondering, je eigen opwinding over bepaalde dingen. En ik vind dat je dat alleen maar goed kan doen als je die verwondering ook zelf ervaart in je omgeving. Als die omgeving niet divers is, dan kun je dat dus je werk niet goed genoeg doen. Maar dus zeg je daarmee dus als mijn redactie diverser is, zitten er dus zeg maar zijn er dus verschillende dingen waar men zich over opwindt, dus krijg ik een diverser. Ja, en ik zal even een concreet voorbeeld geven. Ja? Je maakt ook minder fouten overigens, daar wil ik ook nog wel een voorbeeld van geven. Zo. Maar kijk, ik word niet gediscrimineerd over het algemeen. Dus zeg maar de kans dat ik vanuit mezelf met een verhaal idee zou komen als redacteur of als witte redacteur in een redactievergadering is gewoon minder groot dan als jij dat wel zelf ervaart. Ja. Dus daarom, dat vind ik daar belangrijk. Mag ik je wat vragen? Een hele eerlijke vraag. Zou jij bereid zijn om jouw functie standpeden over te dragen aan Nadia of Fedua of iemand die dat echt zou kunnen? Want weet je wat het is? De reden waarom ik die vraag stel is ik ga die mensen pas geloven dat ze mijn, noem het pijn, of mijn onmacht, want dat is wat je hoort. Mm. Je denkt dat ik in stemvolume praat of dat ik boos ben, maar ik ben niet boos. En ik praat ook niet hard. Wat je hoort is wanhoop. Het is wanhoop omdat ik het heb meegemaakt. Mijn broer heeft het meegemaakt. Mijn vader heeft het meegemaakt. Mijn kinderen maken het mee. En mijn kleinkinderen dreigen het mee te maken. En een hele grote groep mensen die er simpelweg uitzien als moslims, whatever the fuck that may be, excuse my language, you know. Alleen maar omdat ze er zo uitzien, worden exacte gewone levenskansen, hele levens worden weggenomen, omdat er een berichtgeving is die dat in stand houdt. En als er dan een moslim zit bij Goedemorgen Nederland, dan is het een of andere idioot die precies praat in het narratief van die mensen die daar aan zitten. Of het is Ajit Bakash die de grootste shit uit de wereld uit zijn mond laat komen omdat zijn hoofd vol met poep zit. Weet je wat ik bedoel? En dat is waarom ik denk, dudes, ask me, vraag me niet aan deze tafels. Weet je? En daarom heb je mij de afgelopen 14, 20 jaar bij Op één of weet ik veel wat gezien. Nee, dat doen ze niet. Omdat ze weten dat wanneer ik kom, ik geen wit product ben wat je aan of uit kunt zetten. Ik zeg de dingen zoals ze zijn. En wanneer ik ze gezegd heb, als jij hier wegloopt, hoop ik dat je nadenkt en voelt en vooruitdenkt over wat ik gezegd heb. Ja, de pijn die jij hier uit, die voel ik natuurlijk niet zelf. Ik zie het wel aan je. En dat is precies een beetje wat ik net probeerde uit te leggen. Ja. Dat je dus dan zal ik het toch passie mogen noemen of bevlogenheid, een redactievergadering inloopt. En als je dat niet hebt vanuit jezelf intrinsiek, dan ga je dus ook niet met die verhalen komen. En dat is wat ik belangrijk vind. Om toch serieus antwoord te geven op je vraag. Ik vind het wel een beetje een moeilijke vraag, want je vraagt me eigenlijk om hier nu om ontslag in te dienen. Vraag je niet eens om je ontslag in te dienen. Als je in beeld neemt. In de metafoor kan ik er best wel inkomen. Maar ik wil toch nog even gezegd hebben dat wij nu.nl proberen te maken. En daarom reageerde ik net ook zoals ik reageerde. Wij proberen nu.nl juist wel te maken om mensen te verbinden met elkaar juist. En niet en daar heb je beide kanten ook nodig. Zeg maar. Ik wil wel dat duidelijk is dat ik niet nu.nl aanval, maar ik val het gaat tot systeem. Want kijk, net als ik heb nog wel meer hoop in een systeem als nu.nl, omdat het een commercieel bedrijf is. Omdat de commerciële bedrijven om geld te verdienen, heb jij het inderdaad nodig om een divers team te hebben? Want anders spreek je te veel Nederlanders niet meer aan. Dus in die zin wil je groeien, heb je die lezers en kijkers nodig. Dus dat snap ik het. Maar waar het probleem in ligt, en daar snap ik jouw frustratie, is dat wanneer mensen er binnenkomen van biculturele achtergrond, zullen we maar breed genoeg zeggen,
ze komen daar binnen en ze praten met jouw toonhoogte of met mijn furieuze gedrag als ik gepist ben. En mijn taal. Of misschien ben ik in Marokko geboren en kom ik op mijn 26e naar Nederland en kun jij nooit meer je accent kwijtraken. Dan wordt er gewoon letterlijk, en dit is in grote onderzoeken door iedereen achterhaald, word je gewoon weggezet als iemand. Ja, je moet nog wel wat aan je taal doen. Jouw manier van communiceren. Dat kan niet zo goed. Terwijl dat niet tegen Twan Huis gezegd wordt, nee, met zo'n Limburgs accent. Dus kortom, je wordt weggezet. Ja, en op zo'n moment is zo'n redactie bijna niet. Dus jij, voordat jij bij je 13, 18, 25% komt, moet jij, zoals Gilly zegt, heel veel inleveren van hoe jij denkt of hoe je voelt of hoe je vindt. Sommige dingen inslikken om zo'n team goed te kunnen vormen. En anders zijn ze alweer via de draaideur verdwenen. Ja, er is nog een punt misschien. En waarom wat het Gilly, heel lastig is. Hij, een laatste punt. Ja, dat hij zei van ja, als je dan Ajit in je team hebt, dat is niet, dan is het wel wat diverser, maar dan is het niet inclusief. Nee. Het is omdat bijvoorbeeld een Ajit Bakas of een Afshin Elian. Ja. Zij bevestigen alleen maar witte normen en problematiseren helemaal niet bijvoorbeeld zo'n begrip als terreur en al die andere dingen. En die deskundigheid is er. En natuurlijk, er zijn vacatures. Oké, belangrijk dat we dat weten. En wij hebben natuurlijk ook een verantwoordelijkheid. Maar ja, de grootste verantwoordelijkheid ligt bij waar het structurele probleem zit. Is gewoon bij die witte redacties. Zij moeten. Je kan niet verwachten. Wordt er te weinig gezocht door precies, de redacties naar de juiste mensen om de juiste info te geven op bepaalde momenten, volgens jou? Nee, dat gebeurt niet. En er wordt ook gezegd van ja, er zijn vacatures. Nee, jij moet als jij kwaliteit wil leveren, dan moet jij gewoon die mensen in huis hebben en die mensen zijn er. Je moet gewoon beter zoeken. Oké. Ik wil heel graag door naar de volgende presentatie, want ik denk dat het een hele mooie aanvulling kan zijn op het gesprek wat er tot nu toe al gaande is. En dat is een presentatie van Frederike Geerdink, Machtsstructuren in Media. Frederike zit al 30 jaar in de journalistiek en heeft een Master International Journalism. Ze schrijft over machtsstructuren en over hen die de macht willen afbreken. Zowel in Nederland als in Koerdistan. Zij doet dit als onafhankelijk journalist voor uiteenlopende opdrachtgevers zoals de Groene Amsterdammer, Vrij Nederland wordt vervolgd, NRC en Index on Censorship. Vandaag zal ze ons meer vertellen over machtsstructuren in Nederlandse media. Ik ben heel benieuwd. Dankjewel. Ja, volgens mij heeft dat het gesprek wat jullie daar net voerden ook heel erg veel te maken met macht en ook die diversiteit, zeg maar, op de redactievloeren. Volgens mij heeft dat ook te maken met macht. En daar heb ik eigenlijk over leren denken in Turkije. Daar ging ik in 2006 naartoe als freelance correspondent. En eigenlijk is daar een hele grote omslag in mijn denken over journalistiek begonnen eind 2011, begin 2012. Toen heeft het Turks leger een bombardement uitgevoerd in het hart van Koerdistan, eigenlijk op de grens van Turkije en Irak. Daarbij kwamen 34 jongens en mannen om het leven. En ik ging daar naartoe om een verhaal te maken voor het ANP en voor een jongerenkrant die toen nog bestond, 7 Days heette die. En ik ging één dag naar het dorp toe waar dat drama was gebeurd en ik kwam terug in Istanbul en ik had natuurlijk alleen maar meer vragen dan antwoorden. En ik ben naar dat dorp toe blijven gaan omdat ik wilde weten wat daar nou eigenlijk echt was gebeurd, wat alle achtergronden daarvan waren. En die dorpsbewoners die zeiden mij, als ik vroeg van waarom is dit gebeurd, dan zeiden ze dat het komt omdat wij Koerden zijn. En als journalist kon ik met dat antwoord natuurlijk geen genoegen nemen, want hoe zat dat dan? Klopte dat wat ze zeiden en waar zat hem dat dan in? Dus ik ben dat helemaal gaan onderzoeken. Ik ben toen ook in Diyarbakır gaan wonen, de grootste stad in het Koerdische Zuidoosten. In eerste instantie tijdelijk om dichter bij dat dorp te zijn, zodat ik makkelijker onderzoek kon doen. Want ik had inmiddels het idee opgevat om daar een boek over te schrijven. Uiteindelijk ben ik daar gebleven omdat ik het heel erg interessant vond om door Koerdische ogen naar Turkije te kijken. Die Koerden hebben, dat is best een grote groep in Turkije, ongeveer een vijfde van de bevolking. Maar ze hebben geen institutionele macht. En ik merkte dat als ik door hun ogen naar Turkije keek, dat ik eigenlijk een veel
dat ik een beeld kreeg wat eigenlijk veel meer waar was. Dat zij de Turkse maatschappij eigenlijk heel erg goed kenden. Want ze moesten functioneren in een systeem dat hun onderdrukte en hun geen ruimte gaf om te zijn wie zij zijn. Ze moesten naar Turkse scholen, ze moesten een taal spreken, Turks, die hun moedertaal niet was. Ze werden gedwongen iemand te zijn die ze niet waren. En dat vond ik hartstikke interessant. Maar het veranderde ook mijn blik op mezelf. Want ik kreeg soms het verwijt van Turkse vrienden, van Turkse journalisten ook, die zeiden, je wordt nu te pro-Koerdisch. Omdat ik me ook ging uitspreken, want ik zag, als ik door Koerdische ogen keek, is hier fundamenteel iets mis in die samenleving en in hoe de staat werkt. En ik wilde natuurlijk niet pro-Koerdisch worden, want ik was journalist en ik moest objectief zijn. Want dat had ik in Nederland geleerd, je moet objectief zijn als journalist. En mensen zeiden, je wordt te veel een activist. Nou, is daar niks mis mee met activist zijn, maar ik was het niet, ik was een journalist. Dus daar moest ik heel erg over nadenken, hoe moet ik hiermee omgaan? Uiteindelijk was dat niet zo ingewikkeld, omdat ik altijd journalistieke methodes gebruikte. Dus ik hoefde niet bang te zijn dat ik een activist werd, want dat zijn andere methodes die je dan gebruikt. Maar ik wilde wel iets veranderen met mijn schrijven. Dat kwam heel duidelijk in die tijd naar voren. En ik heb eigenlijk pas later, toen ik me ging verdiepen, ook toen ik die master ging doen, ging verdiepen in hoe journalisten kijken naar hun eigen rol. En in veel westerse landen, daar is onderzoek naar, zien journalisten die bij mainstream media werken, en dat zijn vaak witte journalisten, die zien zichzelf als objectieve waakhonden. En dat dacht ik van mezelf ook, dat ik dat moest zijn, een objectieve waakhond. En die rol paste mij steeds minder. Maar in die onderzoeken komt ook een andere rol naar voren, en dat is de rol van advocate for social change. En ik dacht, hé, dat ben ik eigenlijk geworden. Als je nou kijkt naar die rol, waar op de wereld journalisten bepaalde, op een bepaalde manier naar zichzelf kijken. Dan heb je in landen die minder democratisch zijn, bijvoorbeeld Turkije of Egypte, daar heb je eigenlijk geen journalisten die van zichzelf zeggen, ik ben een onafhankelijke waakhond. Daar heb je een groep die zichzelf, noemen zichzelf zo, supporter of power. Dus die werken voor de staatsmedia. En je hebt een groep die noemt zich advocate for social change. Dus die willen sociale verandering bewerkstelligen. Dat zijn in zulke landen de journalisten die vervolgd worden, die in de gevangenis zitten of die hun land moeten verlaten. Maar die twee groepen zie je in Nederland helemaal niet. Journalisten, er zijn heel weinig journalisten in Nederland die zeggen, ik ben een supporter of power, ik steun de macht. Dat zul je geen journalisten in Nederland horen zeggen. Maar er zijn wel journalisten, en dat zijn vaak groepen, journalisten uit groepen die weinig institutionele macht hebben in Nederland, die vaker de journalistiek ingaan, omdat ze zeggen, ik wil iets veranderen. Dat zijn advocates for social change. En die komen dan op redacties van mainstream media, waar witte journalisten zitten die zichzelf objectieve waakhonden vinden. En dat schuurt. En dat schuurt nog erger, omdat, en daar komt die macht heel erg om de hoek kijken, omdat die witte journalisten zich vaak niet van bewust zijn dat zij in een maatschappelijk machtige positie zitten. Dat zij in de dominante groep in de maatschappij zitten. Dus eigenlijk zijn zij supporters of power. En dat zullen ze altijd bij hoog en bij laag ontkennen. Maar ik geloof dat een groot deel van deze journalisten eigenlijk supporters of power zijn. Dan komt daar een moslimjournalist binnen of een zwarte journalist. Advocate for social change. Die denkt, ik ga de journalistiek in. Ik ga nou eens vertellen hoe het zit, wat ik in mijn leven zie gebeuren. En nou ja, die komen daarbij, die supporters of power. Dat gaat natuurlijk helemaal mis. En dan is het probleem vaak, dat heb ik hoofdredacteur ook wel eens horen zeggen, ja, we nemen ze wel aan, we geven ze stageplaatsen, maar ja, dat gaat dan toch niet goed en ze passen er toch niet helemaal in. Ja, volgens mij schuurt dat hier dus. En dan is het volgens mij de taak van de witte journalisten om bij zichzelf te raden te gaan van wat is mijn positie ten opzichte van die macht. En dat is belangrijk, want dat is de allereerste
taak van de journalistiek om de macht verantwoordelijk te houden voor wat zij doen. En als je zelf in de dominante groep in de samenleving zit, dan zie je dat misschien niet. Ik moest ervoor uit helemaal naar Turkije en naar Koerdistan gaan om uit mijn positie getrokken te worden. Want ik ging in 2006 weg. Ik durf het wel te zeggen, omdat ik dacht dat er in Nederland geen grote verhalen waren. Ik werd dus eigenlijk een beetje verblind door mijn eigen witheid. En ondertussen kwam ik er ook achter dat die grote verhalen natuurlijk wel zijn. Want in die periode dat ik naar dat dorp begon te gaan, toen kwam ook Zwarte Pieters racisme op. En toen dacht ik, oh, dit gaat over mij. Dus dat liet mij ook op een andere manier naar Nederland kijken en naar mezelf kijken. Dus nu denk ik dat witte journalisten zich veel bewuster moeten worden van hun positie ten opzichte van de macht. En dat ze zo meer eenheid kunnen brengen, meer diversiteit, echte diversiteit kunnen brengen in redacties. Dank je wel. Wel, Frederike. Er wordt hier instemmend geknikt. Ik wil graag allereerst naar Gili gaan voor een reactie op wat er net gezegd is. En ja, herken je die machtsstructuren en het idee van, laten we zeggen, de so-called objectiviteit als een probleem? Ja, dat is het grootste probleem. Uh-huh. Dat is het grootste probleem, dat zei ik al. Ik geloof dus niet in toeval en zeg maar goedwillende mensen. Ik geloof echt dat Gert-Jaap een goede vent is. Dat geloof ik echt. Ik kijk ook graag naar nu.nl. Ik twijfel niet aan je integriteit. Maar ik denk wel dat je, wat je net gehoord hebt, dat je je niet beseft hoe groot het privilege is dat je hebt. Weet je? En je beseft ook niet dat ik nooit op jouw stoel ga komen zitten. Niet omdat ik het niet kan. Niet omdat ik die kwaliteiten niet heb. En haal mij weg. Want misschien ben ik te oud. Misschien ben ik, weet je. Maar die andere man. Die andere jongens die echt briljant zijn. Hè, die zwarte jongens. Of die moslimjongens. Die komen er ook niet. Simpelweg omdat de machtsstructuur bepaald heeft. Dat jouw opvolger gaat lijken op jou. Weet je? Dat is niet iets. Dat, de enige manier om dat te veranderen is om te beseffen Frederik net gezegd heeft, dat zo is. En daarom stelde ik je die vraag van, ben jij bereid om jouw positie op te geven? Want als je die positie opgeeft, ga je pijn lijden, vriend. Je gaat je hypotheek niet kunnen betalen. Mensen gaan je volkomen voor mosjokken verslijten. Je eigen volk gaat je helemaal kapot maken. Weet je wat ik bedoel? Dat is pijn. En ik geloof pas dat mensen bereid zijn om daadwerkelijk iets te doen, een daadwerkelijke verandering te brengen, als ze bereid zijn, als ze tegen mij zeggen, ik ben bereid om jouw pijn te delen. Dan vertrouw ik je pas. Ik wil toch, sorry, ik wil heel even, ik ben gewoon heel benieuwd wat jij dacht toen je net de woorden hoorde. Want ik zag wel een reactie toen over die objectiviteit en hoe dat dan werkt. Wat dacht je toen? Ik lachte een beetje omdat er mij een antwoord in de mond werd gelegd. Een beetje. Maar ja. Wat ik vooral dacht, even dit wat jij net verteld hebt, is natuurlijk ook een langer verhaal in Vrij Nederland. En ik vind dat bijzonder inspirerend verhaal wat je daar hebt verteld. Waar ik in ieder geval en wij als journalistiek van me nog een boel van kunnen leren. Maar ik denk wel dat je zeg maar de discussie. En we hebben het hier over racisme en ongelijkheid en discriminatie. Dus ik snap dat je het in dat kader wat scherper stelt. Maar het is natuurlijk wel. Ik vind het wel te ver gaan om te zeggen dat alle witte journalisten daarmee, omdat ze niet zelf discriminatie meemaken. Hoe noem je dat nou? Vertolkers van de macht zijn of zo, geloof ik. Wat ik denk, volgens mij is er meer aan de hand. En vechten wij ook tegen een groeiend leger aan woordvoerders van politieke partijen die verhalen in de wereld willen spinnen. En er is meer dan dat. Ja. Er zijn meerdere dynamieken tegelijk. Er zijn meer verhalen. Nee, maar het is natuurlijk ook geen misschien niet een actieve, bewuste supporten van de macht. Maar je bent onderdeel van de dominante groep in de samenleving. Okay, is het voor jou een eye-opener dat je ineens ziet van, okay, ik ben dus kennelijk
Ik voel dat niet zo, maar ik ben dus kennelijk onderdeel van dat. Het is mij voor het eerst voorgehouden wordt. Mm-hmm. En op zich, ik snap wel wat je zegt, Gilly, dat, mm-hmm. dat ik in die zin, gezien het feit hoe ik eruit zie of zo, misschien een makkelijker carrièrepad heb kunnen maken dan jij. Yeah. Dus dat ben ik al op zich al met je eens. Maar ik denk, om even terug te komen op jouw vraag, wat ik denk dat je zegt en waar ik het wel mee eens ben, is dat wij noemen dat op de redactie, noemen we dat ook alweer uit het raamkijkjournalistiek. Uit het raamkijkjournalistiek is dat je kunt horen dat er ergens een storm is, maar als je op de redactie uit het raam kijkt en het stormt niet, ja, dan voel dan je zegt niet, het je niks. Dan voel je niet de urgentie om dat enorm op te brengen. Dat kan, en dat betekent dus waarmee ik wil zeggen dat op het moment dat jij dus niet gediscrimineerd wordt zelf. Mm-hmm. En laten we zeggen dat de hele Zwarte Pieten discussie nog niet gevoerd is. En er wordt voor het eerst... Iemand zegt tegen je, Zwarte Piet is racisme. Nee, jij bent een racist. Dat sla je op til. Nee, maar nog niet eens altijd. Nee, dan ook. Maar ik bedoel meer te zeggen dat eventjes 15 jaar terug in de tijd die discussie misschien nog niet zo gevoerd werd als op dit moment. En iemand loopt de redactie op en zegt, ja, Zwarte Piet, dat is eigenlijk racisme. Ja, dan moet je wel flink meer je best doen op een witte redactie om dat onderwerp erdoor te krijgen. Het grappige is dat als je... gaat naar 11 september 1989. Dan zitten Yvette en ik en we behandelen dit probleem. En we komen met exact dezelfde oplossingen die er nu... Ik kan me dat ook echt voorstellen. Het is gewoon weer een... En ik kan me goed voorstellen in die zin... Ja. Dat je ook denkt van ja, weet je, wat ik ook zeg, wat ik ook doe... Het moet een keer gewoon afgelopen zijn. Jij wil even reageren, ga je gang. Ja, want volgens mij heeft dat ook mee te maken dat je dus luistert naar mensen die het systeem kennen, omdat ze gedwongen worden in het systeem te functioneren wat hun systeem niet is. Zoals ik Turkije pas goed leerde kennen toen ik echt naar de Koerden ging luisteren. Zo kan ik Nederland pas echt leren kennen als ik echt luister naar groepen die geen institutionele macht hebben. Ja, ja. Dus dat moet je dan gaan doen. Dan moet je gaan luisteren. Ja. Als iemand zegt Zwarte Piet is racisme, denk je misschien eerst... Huh? Dan denk je, oké, dan moet je daar eens overheen stappen en zeggen, oké, ik zit in een dominante groep in de samenleving. Vertel het mij. Kijk, ik ben het en luister. Ja, precies. Ik ben het met je eens dat objectiviteit, en dat klinkt misschien een beetje gek uit de mond van de hoofdredacteur van nu.nl, maar dat is natuurlijk, daar zit een grens aan. Want iedereen, ik bedoel, is je vertrekpunt? Nee, wat is je vertrekpunt? Iedereen is een filter. Je maakt keuzes. Daar zitten allemaal dingen in die niet objectief zijn. Maar ik vind dat ergens in je stuk zeg je ook het is niet zo, de staat zegt het een en de slachtoffers zeggen het ander. Beste lezer, zoek het maar even uit. Hè? Want dat is natuurlijk lang hoe heel veel journalistiek gewerkt heeft. Maar volgens mij is de oplossing niet, of het antwoord daarvan is niet zegt van, weet ik veel, objectiviteit bestaat niet. Volgens mij kan je dan nog steeds heel goed journalistiek je werk doen. Maar zeg je gewoon, dat is ook wat je zei, je moet het onderzoek doen. En de conclusie is gewoon, breng je als een feit. Donald Trump die zegt, het veld staat hartstikke vol. Ja, dan kun je in dat weekend zei nu.nl ook, ja, Donald Trump zegt het veld staat hartstikke vol. En de New York Times zegt het veld staat helemaal niet vol. En dat was in eerste instantie het verhaal. Toen zeiden wij later, ja, maar we kunnen toch zelf ook zien dat het veld niet vol stond. Waarom schrijven we dat dan niet gewoon op? Ja, maar weet je wat het punt is? Feiten en nog wat. Weet je, the story of the hunt will always be in favor of the hunter. Until the lion tells its tale. Want weet je, iedere keer dat we het verhaal van de jacht horen, horen we het altijd maar in een bepaalde narratief. En er is niemand die zegt, laat die leeuw nou eens een keer vertellen wat er gebeurd is. Krijg je een ander verhaal. Weet je? En dat is waar ik voor pleit. Ik zeg helemaal niet dat we anders moeten werken en dat journalistiek op een andere manier bedreven moet worden. Ik zeg alleen, betrek alle spelers erbij. En allemaal. Ik wil toch eventjes hierop voortborduren doorgaan. Want je bent een nieuw mediaplatform gestart. Ja, een omroep eigenlijk. Een omroep. Ja, een heuse omroep. Spannend, dat zeiden we net al. Ja. Ik neem aan dat jullie ook over dit soort thema's... Nou, je zegt het al, daar denk je over na, daar ben je mee bezig. Op wat voor manier willen jullie omgaan dit idee van objectiviteit... En zorgen voor die inclusievere redactie... of interne mediacultuur. Het zit hem in hele kleine dingen.
Het zijn echt een hele kleine dingen. Er werd net bijvoorbeeld, het zit maar in terminologie zit het al. Wij zeggen Nederlanders met een migratieachtergrond. Waarom zeggen we niet Nederlanders met meer dan alleen een Nederlandse achtergrond? Weet je wat ik bedoel? Het is, waarom hebben we het over een half bloed in plaats van een dubbel bloed? Waarom, weet je, ik bedoel, er zijn gewoon een aantal. Er zit een mechanisme in Nederland dat heel verfijnd is en zichzelf op een bepaalde manier in stand houdt. Het feit dat bijvoorbeeld de multiculturele samenleving mislukt is, dat is te voorspellen omdat de multiculturele samenleving bij voorbaat een pleonasme is. Want als je een samenleving hebt, is het per definitie multi. Weet je? Ja. Dus we zijn constant bezig met, en het zijn hele knappe mensen die daarmee bezig zijn. En dat is waar bij mij het vermoeden komt van, dit is geen toeval. Weet je, deze mensen hebben zwaar gestudeerd en ze houden dit in stand. Dus als ik dat allemaal zo zie, dan denk ik, weet je jongens. Maar wat ga jij dan anders doen? Wat zijn jouw ingrediënten dan? Wat ik ga doen, is ik ga Nederland, niet ik trouwens, Omroep X, de mensen waar ik mee werk, het team waar ik mee werk. Wij hebben het verlangen om Nederland te verbreden, rijker te maken. Weet je, nu als je ons ziet, dan hebben we het over dit onderwerp. Weet je, we hebben het over ons, we verklaren ons en we hebben het erover. En met alle respect is ook goed dat het gebeurt. Maar ik zou ook wel eens een keer met ons willen praten over een oplossing van het waterprobleem. Weet je wel, misschien hebben we daar wel een hele goede oplossing voor. Hoor je ons nooit over. Als je een zwarte man of een zwarte vrouw ziet, gaat het over Aretha Franklin is dood. Zullen we het eens over hebben? Jij weet daar vast veel van. Het gaat over sport. Het gaat over criminaliteit. Het gaat over moslimterreur. Maar nooit over iets wat een echte bijdrage is aan Nederland. Dus wat wij gaan doen, is, het zal niet heel veel verschillen. Het zal ook een tafel zijn, maar alleen een tafel met mensen die praten over oplossingen die zij zien, waar nooit naar gevraagd wordt. Er wordt nooit aan een jongen hier in de Bijlmer gevraagd van, wat vind je eigenlijk van wat er in Nagorno-Karabakh gebeurt? Dat komt niet in mensen op om ze dat te vragen. Die hele coronacrisis, tafels zaten vol met mensen. Wit, pure wit. De deskundigen waren wit, de slachtoffers waren wit. Iedereen was wit. Terwijl ik hier al, for God's sake, 58 jaar woon. En met mij 25%, wat was het? En er zitten 6% zitten vertegenwoordigd. Dat betekent dus dat er 19% niet aan het woord komt. En wat Omroep X gaat doen, is we gaan dat doen. Daar waar de media op zoek zijn naar oplossingen voor het diversiteitsprobleem, hoeven wij het niet meer te zoeken, want we zijn het. We hebben die verbazing niet meer. En is dat niet mogelijk binnen de bestaande, laten we zeggen, de bestaande omroepen? Als dat zo was, zouden we het gezien hebben. Nee, niet mogelijk. Nadia, niet mogelijk? Nee, niet mogelijk. Waarom niet? Ik ben echt een optimist puur zang. Mm-hmm. En een Winterswijkse van geboorte. Ik ben blij dat je het zegt, ben je? Ja, ja, gewoon echt. Ik noem mezelf ook Nederlander plus. Ik ben echt niks half. Ja. Ik ben 100% Marokkaans en meer dan 100% Winterswijks. Ja. Nee, het is gewoon echt. Hoe lang proberen ze het al? Als jij dan nog, een Nederlandse NPO heeft al 10 jaar allerlei diversiteit en inclusiviteit vraagstukken op agenda staan. Ze betalen heel veel mensen die allemaal diversiteitsmanagers zijn. Die mogen allemaal komen praten. Er wordt nooit naar geluisterd. Hun raad wordt nooit opgevolgd. Mm-hmm. Dat is echt mega demotiverend. En dan vervolgens durven ze nog diversiteitsprogramma's te maken als wat ze nu hebben gedaan. Die uitzending van met Jorn. Ik moet dat echt huilen. Maar echt, I'm not kidding you. Ja. En dit gaat ver. Bedoel, en dat kun je echt doortrekken naar de hele media. Waar ik denk dat de oplossing gaat liggen, als echt mensen zoals jij die nu, zeg maar, want jij voelt je helemaal niet ongemakkelijk en jij bent je echt ongemakkelijk gaan voelen gedurende onze gesprekken. Is dat zo? Voelde je ongemakkelijk? Want dat was niet de bedoeling. Niet ongemakkelijk. Had ik het gevoel dat je een beetje pijnlijk, lastig, hoe moet je nou bepaalde dingen gaan verwoorden? Of hoe moet je het zeggen? Ik voelde wat ongemakkelijk. Maar waar ligt dat dan En ik ben aan? Daar heel sensitief voor. Dat krijg je met een plus culturele achtergrond. Dan voel je heel goed aan. De ongemak zit misschien ook wel
wel deels uit op dat jullie praten, en vooral jij praat vanuit een referentie die ik natuurlijk niet ken. Ik bedoel, daar ga ik ook geen mooie doekjes omheen winden of zo. Maar je voelt het een beetje. Zeker, als je dat zou ombuigen, als je dat gaat gebruiken. Misschien zit het ongemak wel een beetje dat ik wel hoop heb. En energie heb en ideeën heb om dat anders te gaan ik doen. Ik ook, hè. Want mind you, ik ben degene die een omroep start op mijn 65ste. Dan moet je hoop hebben. Dan moet ik hoop hebben. Weet je, als ik geen hoop had, dan weet je, maar tegelijkertijd voel ik een soort van dat het bijna naïef is wat ik dan denk. Omdat jullie zeggen, ja, er is al zoveel geprobeerd. Maar waar ik hoop op heb, ik snap hem echt wel. Ik begrijp je hoop en ik snap ook je motivatie en alles. Maar dan denk ik, ja, maar jij hebt dus echt deze frustratie. En alles wat hier vandaag gebeurt, wat een beetje dat wrijft. Mm. Dat heb je eigenlijk nodig om hiermee verder te gaan. Want alleen maar goodwill gaat het dus niet gebeuren. Want wat moet gebeuren op die redactie en met je mensen die daar is best veel. Ja. En dat red je dus niet met een leuk plan. Nee, daar ben ik al met je eens. Maar hoe goed je motivatie ook is, zeker, zeg maar. Zeker. Nee, maar het begint ook bij dat je met elkaar afspreekt van je wil gewoon goede journalistiek maken. En ik had nog beloofd om een dom voorbeeld te geven, dat volgens mij wij 2 jaar achter elkaar de Ramadan op een verkeerde dag laten ingaan. Ja, maar die is ook heel ingewikkeld. Neem even serieus, dat is heel ingewikkeld als je dat niet weet. Ja, maar even los van het feit dat we dat 2 keer fout hebben gedaan, heeft er ook niemand bedacht. Gewoon, als wij het niet weten, zouden er dan ook niet heel veel moslims zijn die het eigenlijk ook niet weten. Moeten we dat niet even uitleggen? Ja. Hoe dat zit? Maar ik zou me dus dan niet richten op die vele moslims die het misschien ook niet weten. Maar ik zou me richten op die paar die het wel weten. En die zou ik aan het woord laten. En die zijn er ook. Tuurlijk, nee, dat bedoel ik ook. Maar, ik bedoel, dit illustreert natuurlijk wel. Maar het feit ook dat er dus, ik bedoel, dan merk je denk ik als redactie wel schrijnend van Nederland anno 2020. Kan dat nog? Dat wij dus inderdaad dan op dat moment niemand hebben binnen de redactie waaraan we kunnen vragen hoe zit dat? Je maakt gewoon niet een goed journalistiek product. Daar komt het op neer. En dat moet je wel doen als je de grootste en niet blijven. Alleen, ja, en, niet alleen een journalistiek product. Ieder product dat niet compleet is, is niet goed. Als wij hier aan tafel zitten en we slaan structureel Frederik over. Wat tot zover gebeurd is, die is aan tafel komen zitten. We slaan erover. Wat ik wil zeggen is, als we dat heel bewust zouden doen. Hè, en op het einde van de avond hebben wij een goed gesprek gehad, maar Frederik is niet aan het woord gekomen. Dan hebben we dus die hele expertise. Ja. Van Koerdistan en alles wat zij weet, hebben we niet meegenomen. Je weet nooit wat je mist als je er niet naar vraagt. Voilà, en dat is heel mooi. Maar ik zei, we gaan sowieso Frederik aan het eind nog woord geven. Dat sowieso. Ik wil nog heel eventjes naar de andere kant van dit verhaal. Want dat zijn natuurlijk ook de consumenten, hè, van media. Mm-hmm. Hoe kunnen juist consumenten ook eventueel het verschil maken? Is daar nog iets? Zijn daar nog ideeën over? Hoe consumenten het verschil maken? Ja, dus de lezer en de kijker. Waar mijn hoop dus op zit, is die grote groep kijkers die bijvoorbeeld kijken naar een programma wat ik mag presenteren, waarin ik op een boerderij ben en met de boer het gesprek aanga over zijn boerenkool en over de kikkererwten en hoe je dat maakt. En dat niemand dan denkt van, maar dat is toch een Marokkaanse Winterswijkse moslima, die hoort toch alleen maar Arabisch te kunnen koken of zo, of zoiets, weet je. Dat de gemiddelde kijker, die denkt alleen maar van, oh wat fijn, oh wat leuk, oh ze heeft er verstand van, oh wat prima. Is het programma goed? Ja. Dus ik denk uiteindelijk dat heel veel van ons er baat bij zouden hebben. Niet alleen maar de mensen met ook een andere achtergrond, maar ook de gemiddelde Nederlandse lezer van een krant, de gemiddelde kijker van een tv-programma, heeft baat bij rechtvaardige nieuws. Of een rechtvaardige blik op hun land. Want dan kun je ook de echte problemen aankaarten. Want net als nu blijven we nog heel vaak. Gaan we daar nu aan voorbij? Daar gaan we. 100% zeker weten dat, alleen als ik al kijk naar mezelf, ik spreek heel veel dingen, ga ik niet over in gesprek of ben ik niet mee bezig, omdat we nog blijven hangen bij heel veel andere punten. Ja. Dat ik dan denk, ik ga het niet nog erger maken. En wat ik wil zeggen is, laten we vooral niet blijven hangen in de problemen
die we hebben. Nee, je moet dus weten wat er gebeurt. Door. Als je al die dingen, al die mooie dingen die we bij elkaar brengen. Ik kom uit een land dat per definitie multi is. Weet je wel, wij hebben roti, we hebben bami, we hebben pom, we hebben, weet je, we hebben alles. We hebben aardappelen, alles. Ik weet wat het is om met heel veel verschillende mensen organisch te mengen en te zeggen, hé, wij zijn wel Sanamang, weet je, we zijn gewoon Suriname. Bij ons is het, ja, ik vind het gewoon te gek, weet je wat ik bedoel? Jawel, maar je gaat wel de Surinaamse, of de roti bij de Hindoestaanse Surinamers halen en de nasi bij de Chinese Surinamers. Als je dat niet doet, maak je een klassieke fout, weet je. Maar dus, je kan geen bruine bonen bij een Hindoestaan kopen. Dat is dus en je kan van ook mij geen roti bij een Chinees kopen. Nee, maar dat is moet dus wat ik prachtig vind als je. Ja, we zijn samen, dus we zijn een samenleving, maar ieder mag zijn wie die is. Juist. En je sterke kracht, die gebruik je om jezelf te versterken. En als wij allemaal sterk zijn, dan hebben we een heel sterk land. En dan hebben we een sterke gemeenschap. Weet je wat het eerste is wat ik doe als Omroep X? Want dat is waar ik voor sta. Als Omroep X in het bestel komt, ik vraag Gertja en al die andere hoofdredacteuren die er zijn, eindredacteuren en al hun kompanen, vraag ik om stage te komen lopen bij ons. En om te kijken. Nou, ik kom. Bij deze eigenlijk. Ja, hij is aangenomen. Ja, zeker, tuurlijk. Ja, en ik kom maar kom gewoon jij dan ook bij ons? Absoluut. Zullen we dan die absoluut, 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 absoluut. Kruisbestuiving. En ik ben niet op zoek naar een baan, ik ben 65. dus dat. Mooi. Ja. En dan wil ik nu heel graag Frederike het laatste woord geven. Ja, dit lijkt me gaaf, want je moet je moet niks. Maar het is een goed idee om jezelf echt heel erg weg te trekken uit waar je in zit. En dat is gewoon best. Nou ja, dat merk ik dus voor mezelf. Ik moest er een paar duizend kilometer voor weg. Ja. En veel mensen zijn zich gewoon echt totaal niet van bewust. Dus als je jezelf daar weg van kan trekken en dat levert ook heel erg veel op. Dat is ook een enorme rijkdom wat je dan allemaal gaat zien. Het is ook lastig wat je dan allemaal gaat zien. Mm-hmm. Maar het is ook een enorme rijkdom. Ja. Nou, mooi. En ik zie Gertjaap goed meeknikken. Dus mooi. Ik helaas. Ik heb in de afgelopen edities, maar zeker ook vanavond, ontzettend veel gehoord omtrent het thema discriminatie en racisme. Soms nieuwe dingen, soms bevestiging van wat ik eigenlijk al wist of dacht te weten. Maar één ding is me heel duidelijk geworden. Er moet nog veel gebeuren en er staan gelukkig heel veel mensen klaar om mee te werken aan deze veranderingen. Ik hou ook van positiviteit en daar gaan we voor. En ook bij comité 21 maart. En ze kunnen zeker nog genoeg hulp gebruiken om tot die gezamenlijke sterke agenda te komen voor de verkiezingen van volgend jaar. En dit gesprek zal dan zeker ook gevoerd blijven en worden doorgevoerd. Graag wil ik jullie allemaal hartelijk danken. Alle sprekers, dank. Typhoon ook, bedankt voor de komst. En namens Pakhuis de Zwijger, Nieuw Wij en natuurlijk Comité 21 maart. Bedankt voor jullie inspiratie. Iedereen die heeft gekeken, natuurlijk ook dank. Dank voor het kijken. Houd de agenda van Pakhuis de Zwijger zeker in de gaten. Aanstaande vrijdag is in ieder geval een online film screening van Born in Flames. Een feministische klassieker en cultfilm met verhalen en nagesprek van de Fifth Friday Sisterhood. En dit is het laatste programma van de reeks Samen tegen Racisme. Natuurlijk kan je doneren via P. As you like. Ik wens iedereen een hele fijne avond. Dank.